Bij je reservering heb je een keuze gemaakt tussen de garage of het parkeerterrein. Wanneer je voor de garage hebt gekozen, sorteer je bij het aanrijden op P3 links voor. De baan naar de garage splitst zich in tweeën. Beide gaan ze naar de garage. Als je een reservering hebt gemaakt voor het terrein, sorteer je rechts voor. De baan naar het terrein splitst zich ook in tweeën. En beide banen leiden je naar het parkeerterrein. Bij je reservering maak je ook een keuze voor kentekenherkenning of voor het invoeren van je creditcard. Wanneer je voor kentekenherkenning hebt gekozen, kan het tot 10 seconden duren voordat je wordt herkend. Er komt altijd een parkeerkaart uit. Vergeet deze niet uit de automaat te pakken. Als je je goed voorbereidt, verloopt het parkeren snel en soepel. Fijne reis! Bij je reservering heb je een keuze gemaakt tussen de garage of het parkeerterrein. Wanneer je voor de garage hebt gekozen, sorteer je bij het aanrijden op P3 links voor. De baan naar de garage splitst zich in tweeën. Beide gaan ze naar de garage. Als je een reservering hebt gemaakt voor het terrein, sorteer je rechts voor. De baan naar het terrein splitst zich ook in tweeën. En beide banen leiden je naar het parkeerterrein. Bij je reservering maak je ook een keuze voor kentekenherkenning of voor het invoeren van je creditcard. Wanneer je voor kentekenherkenning hebt gekozen, kan het tot 10 seconden duren voordat je wordt herkend. Er komt altijd een parkeerkaart uit. Vergeet deze niet uit de automaat te pakken. Als je je goed voorbereidt, verloopt het parkeren snel en soepel. Fijne reis!